Het is soms die 20 februari is de dag dat. In Nederland de groep mensen zonder werk nog altijd groeit en groeit. En Drachten mooi een inbraakgolf te krijgen had. En Bien geeft hoe Frieske namen. Jansma, Sonnema, ik nou, Obama. Welkom bij Bien. Een miljoen kritiek van de toeristische sector op de plan voor de bouw van grote windmolenparken bij de kust. Maak hem er ondernemers die sjoggen er helemaal neer in. Helemaal bliksem net. Wat soort wijze kennen? Die mensen die komen hier om vrijheid, om het formaat van het islamar. En die zitten, die verrekte kringen, wij het was jongens, we komen net weg. We beginnen met de onrest op Skilge. De strijd om een beeldbepalend stukje duingebied Dellewal bij West kan het eiland Juul komen te stingen. Plannen om een hotel en een nieuw internaat te bouwen stuit je op verzet. Juul presenteert een actiegroep een plan om de Dellewal te behouden. Het gebied zou op de werelderfgoedlijst van UNESCO komen matten. De hoteleigenaar die pikt het net en dreigt het mooi een miljoenenclaim in de richting van de gemeente. Een reportage van Henk te Biesebeek. We zijn inmiddels al 7 jaar bezig. Ik denk dat dit project te belangrijk is voor onze school, maar ook voor Terschelling. We kunnen ons niet veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. We hebben de indruk dat de gemeenteraad daar niet adequaat meer mee om kan gaan. Het is duingebied ernaast, dus de bestemming is natuur. Als je zo met burgers omgaat, vind ik die raad niet capabel. Het is weer hommeles op Skilge. En werkt het om nijbouwplan op het Waadeiland. Hoe de nieuwe campus van de zeevaartskwallen bij Gelieks. Maar bovenal hoe de uitbreiding van Hotel Skilge. En hoe de rol van de gemeente rieën, die nevens de criticasters naar volslijne willekeur voor- of chimprojecten stimmen zoeken. Want hier op het plak van de Jeddere Dancing Dellewal hier de uitbreiding van Hotel Skilge komen matten. Juist op initiatief van burgemeester en wethouders om het braakliggende terrein een nieuwe invulling te jaan. Boven dat kun je mij de bouwbestemming behouden blijven, wat de gemeente uiteindelijk 2,5 miljoen euro opsmieten zil. Maar de gemeenterieën vagen alle plannen plotsklaps van tafel nadat een actiegroep protest onttekenen hier. Want door de nijbouw zou het natuurgebied Dellewal onverstelbare skee oprinnen. Nou, Dellewal is het visitekaartje van Terschelling. Als je met de boot aankomt varen, is het het eerste wat je ziet, zo ongeveer. En het geeft ook de knusheid van het eiland weer. Je ziet heel mooi de brandares en het dorpje. En dat loopt dan langzaam over in het duingebied. En de natuur is de reden waarom de mensen hier naartoe komen. En het is je visitekaartje en ook eigenlijk het etalagegebied. Hè, wat ligt er in de etalage? Wat is er dus te koop in die winkel? De natuur. En je bent bang dat die nijbouw van het hotel, de uitbreiding, ten koste gaat van het natuurgebied? Het gaat natuurlijk om het principe dat in één keer 7000 vierkante meter duin zomaar verdwijnt. Zowel de gemeente, zei oorspronkelijk, als de eigenaar van het hotel, wij hebben deze uitbreiding nodig om je bestemmingsmilieu te kennen. Het is voor Skilge economisch wichtig. Ja, maar wij denken dat juist ook het visitekaartje heel belangrijk is voor de economie. Want als je dat fijne gevoel niet meer krijgt als je aankomt varen, ja, als de baai straks, nu gaat het om dit stukje, straks weer om een volgend stukje. Als het uiteindelijk op een dag helemaal is dichtgebouwd, heb je niet meer dat blije gevoel als je aankomt. En dat is denk ik economisch veel meer van belang. De actiegroep wil Dellewal zelfs keepje en had daarvoor via crowdfunding een beroep dienen op het brede publiek van financiële stiepen. Intussen is al 130.000 euro bij me gebracht. Bij de presentatie van een natuurherstelplan wil de stichting Baai Dellewal een beroep doen op de Europese subsidiefondsen. Want het kost een plaatsje voor de hele baai rint in de miljoenen. Het gekke is dat dit gebied dus niet beschermd is. Dat het eigenlijk ja, min of meer vogelvrij verklaard is. Er komen steeds weer nieuwe plannen. En wij willen graag dit gebied als natuur. Gebied met een natuurlijk aanzicht en een mooie landschap willen bewaren voor de toekomst. En dan wil je dat ik onvreesjes steeds met de bescherming bij het werelderfgoed. Ja, ja, want het is een stukje werelderfgoed en we willen heel graag dat het ook als zodanig gezien wordt en dat het zo beheerd wordt. Daarvoor van je plan is wel niet zakelijk dat je hem dit duingebied van 2000 vierkante meter
echt keepje kinderen van de gemeente. Ja, want dan hebben we een vaste basis en dan kunnen we een aanspraak maken op Europese subsidies, een waddenfonds, noem maar op, en zeg maar aansluiten op het werelderfgoed wat hier zo belangrijk is. En ja, zo hopen we dat geld wel bij elkaar te krijgen. Maar ook hoteleigenaar Harry Westers liet het er net bij zitten. Hij hield de verbouwplan om eens in uw list met de gemeente ontwikkelen. Hij verwiet de gemeente Rieën naar onbehoorlijk bestuur. En dreigt met een miljoenenclaim. De opdracht was vanuit het college, vanaf de burgemeester van Heusdenweg, mag de bebouwing niet te zien zijn. Nou, dat is ook gedaan door de architect, want die opdracht had hij. En daarom is het gebouw ook niet hoger dan 9 meter. En het heeft een grasdak, een natuurlijk dak. Je ziet het niet vanaf de burgemeester van Heusdenweg. En daarom is het ook onbegrijpelijk op dezelfde avond in september 2013, toen door de raad dit plan van tafel geveegd werd, het bestemmingsplan aangenomen werd voor de campus van de Zeevaartschool. Want die steekt 10 meter boven de burgemeester van Heusdenweg uit. Op dezelfde locatie, ja. En de burgemeester van Heusdenweg die ligt op 15 meter boven NAP. Dus het gebouw, het internaat van de Zeevaartschool wordt dus 25 meter boven NAP. Een tweede Brandaris. Hè? En als je dan zeg maar 5 minuten daarvoor ons plan de prullenbak in verwijst en even later zonder een tekening gezien te hebben, dit plan, of tenminste de aanpassing van het bestemmingsplan, blindelings goedkeurt, ja, dan heb ik daar geen woorden voor en vind ik het onbegrijpelijk. En daar had Harry Westers een punt. Want de campus van de Zeevaartskwallen, die nu nog jong de Steoké onder waardkust leidt, zal aan zijn verhuisje naar achter de boskronen onder Borgemaster van Heusdenwij. De Stichting Ontschellingerland had dadelijk bezwaar onttekenen tegen een geplande heegbouw van 4 etages. Boven dat zal er een ontsluitingswij naar de campus groeven worden, dwars door de dunen heen. Wilst even verderop al een dik leidt. In onze ogen zou de ontsluiting hier plaats moeten vinden, naar de campus. Als aftakking van deze B-weg. En dan sluit je zo op de nieuwe gebouwen van de campus aan. En dat is veel logischer, ook voor studenten, om te lopen naar de Zeevaartschool die hier vlak achter ligt. En waarom gebeurt dat dan niet? Omdat de buurtbewoners zeggen dat die wonen daar, dat ze daar overlast van zullen krijgen. Maar dat begrijp ik helemaal niet, want dat is minstens 100 meter verderop. En toch liet de Rieën zich weer terug die mensen dan leren. Ja, ik begrijp er ook niks van. Het is ook wel helemaal niet gekwantificeerd of gekwalificeerd wat de problemen of de overlast dan zou kunnen zijn. Want die jongens die gaan dan meteen zo naar school of naar de kroeg of naar de haven. En die gaan helemaal niet door die Europalaan. Zou dat beschutten kunnen dat de Rieën haar dus wel leren leert terug de individu en dat boppen de algemene belangen ging lid? Dat lijkt er erg op, ja. Hou je nog wel vertrouwen in de gemeente hier dan? Nou, eerlijk gezegd vinden we het een moeilijke zaak. Er komen hier projectontwikkelaars naar het eiland. De besluitvorming is heel erg complex en verweven. En we hebben de indruk dat de gemeenteraad daar niet adequaat meer mee om kan gaan. Ontschellingenland wil haar verzet terugzetten. Zijn nederig onder Raad van State ta. Als die procedures te lang worden, zocht de projectontwikkelder mogelijk van de nijbouw van de campus af. Dat wordt dan een strop van 3 miljoen euro voor de gemeente. Maar boppen dat kan de Zeevaartskwallen zelfs net zonder een nieuwe huisvesting van studenten. We zijn inmiddels al 7 jaar bezig. Ik denk dat dit project te belangrijk is voor onze school, maar ook voor Terschelling. We kunnen ons niet veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. Het is gewoon belangrijk dat die moderne nieuwe studentenhuisvesting hier op de Schelling komt. Want dat is belangrijk ook voor de toekomst van de school. Want zonder die nieuwe campus kun je hier gewoon net blijven. Het zal voor ons nadelig werken als wij niet kunnen beschikken over moderne studentenhuisvestingen. Studenten kiezen natuurlijk op basis van de kwaliteit van de opleiding, op basis van de faciliteiten die wij hier op school hebben. Maar die studentenhuisvesting is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde. En daar kunnen wij niet zonder op termijn. Nee, absoluut niet. Het college van Borgemaster en wethouders wordt van alles net fleuriger. De financiële lijsten dreigen zo heeg te worden dat ingrijpen niet zakelijk wordt. Wat dat onbelangt, hier drie je beter voor de hotelbouw kiezen, kind.
Dat had betekend dat we de grond hadden kunnen verkopen en dat er een goed plan wat ons betreft zou kunnen worden uitgevoerd. Nou, dat is nu niet doorgegaan, dus wij hebben op dit moment een financieel probleem. Want er bestaan net genoeg reserves voor? Nee. Dus dat beschut het yield met ergens wij komen? Daar zullen we naar moeten kijken, ja. En waar dat op dit moment vandaan moet komen, daar hebben we nog geen besluit over genomen. Maar er, zijn verschillende scenario's mogelijk. En een van die scenario's is bij Galieks de toeristenbelasting omheen. Of de OZB of op een andere manier aan je geldstromen komen. En daar zullen we ook met de raad over in gesprek moeten. Wat wilt u dan? Want de raad heeft tenslotte besloten dat Dellewal op deze manier niet door zou gaan. Dus zullen we een andere oplossing moeten bedenken. Ja, wanneer op radio en actueel meer hoe deze zaken dan ik de reacties. Ja, dat net Eltsenien op Windpark Friesland zit te wachten is San Jonkelietsen wel duidelijk. In Makkum ben ze pas echt chin. Onder leiding van Pieter Tichelaar werd er actie viert in het vernielen van het grootste zielwetter van Nederland, had ze dat zelf zeggen. Toerisme is in Makkum van libbesbelang en ze binnen benauwd dat de Duitsers het dorp aanst voorbij rieden aan de Wienmoenensteen in de IJsselmar. Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raadje op. Daarom had Europa hem zelfs het doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie door zijn wijzen maat in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. Helemaal bliksem net. Wat zullen de wijze kinderen? Die mensen die komen hier om vrijheid, om het formaat van het islamar te ondergingen. En daar zullen dan niet nog aardigheid van, of er een heel bos van die molens tussen moet. En dan was net meer doorheen varen, dat hele wetter, dat is waar, dat hele vaarwetter in het begin. En nou, daar zullen wij hele grote gevaren van het wolwerk van de kust hier. Het is helemaal geen park. Een park is hier bloem en bm in. En om het te verzacht zie je het door een park. Makkum, even historisch. Het grootste industrieplak van Friesland. Dat is 400 jaar geleden. Dat kun je net meer voorstellen. Want het is alweer stik voor stik waaidript en voortrekken. Makkum is ook de enige die dat alles voor het wieën hem op een heel oorvlak ompakt heeft. En dat heeft die hele kust onder gang gezet om dat toerisme te oriënteren. En dat is dus breuven, dat is dus nieuwe industrie. Nou, ze zelf wel uit de holle lid om een mooie zuivelfabriek uit te brengen. Maar het slimste is dat de minister vanzelf zei, ja, ik neem net de zee-afstanden in acht, maar ik doe maar als het IJsselmaar laan is. Dus hij had er, de bekers had er verzetten. Dat er wat gebeuren moet is duidelijk. Het allergrootste pad van die opdracht in één gemeente, Delft wordt effectief, daar ben we nog net zo wijs mee. Maar we hebben een paar lietse, vooral in gewies, lietse parkjes, een paar woorden. En hier bij de grote dieklaars, ze schaal dat nog maar eens behoorlijk op, rek dat uit en breng het maar goed omheen. Een heel miljard hebben we hier investeerd. Dat zal haast een beslist skeer opleveren. Want de toeristen, dat is ervaring in Duitsland, dat is ervaring in Engeland en in Amerika, die mij dit net leiden en die zitten, die verrekte kringen, wij het was jongens, we komen net weg. Nou, dat is duidelijk. Mooi zorgen we bij de dwarfsmoeder van Pinjum, want die had het dwarf al een heel soort moois opleveren. Seike, Geugje, Gotske, Dubbelt, Swapke of Tjibbelen. In dit boekje, de laatste hikken van Arie van der Mark komen de meest vreemde oude Friese voornamen voorbij. Zo ontdekten ze de namen dus in rauwe advertenties die ze dus uitknipten. En dat bleek een wiere hit, want in kwarte tijd waren al meer dan 1000 boekjes verkocht. Steven Terk, Arie van der Mark tegen
Welkom, Jere. Leuk onderwerp. Steven, liek het mij een hele normale Friese naam. Zit er nog wat Oud-Veensers vernemingsbloed in? Ik ben neemt naar de Omke van Us Heid, die op Vrij Ier in 1943 in de oorlog verstoren is. Maar Steven heeft die Noordwijskamer? Nee. Nee. Graag de naam al, maar van Steven net. Wat dan? Sterk. Nou ja, zouden we altijd met de naam pest. Nou, dat is een van de redenen waarom naam vaak net bebroekt worden. Maar nee, tegen tevreden en hartstikke de best. Ali, het zou maar een nieuwe naam wezen kunnen voor de nieuwe Friese band. Sterk. Of net? Oh, dapper. Sterk. Ja, nou, ik denk dat er al sterken binnen. Want dan ben ik dappers. En als je nou een litsjonkje binnen en je bent helemaal net dapper en je heet de dapper, nou, dan wil je pesten. Ja, dat is een van de onderdelen uit het boekje was de Skreunhest. Maar het begint al hier mooi. Het dwarske. Het dwarske. Was het meer bloek. En dan die verhaal vertellen van de mooie Friese naam. Nou, alle violin ziet er een naam in de kranten. Heiltje. Ik denk Heiltje werd nooit weer verneemd. Dus ik knip de kut die ik in het dwarske. En zo heb ik 10 jaar lang nam uitknipt waarvan ik dacht, nou, ik hier is nog nooit yet. Dan zeg ik even op het Meertens Instituut, hè, van het bureau van Voskuil, dat instituut, hoe vaak ze naar voorkwamen. Als ze minder dan 50 keer voorkwamen, dan knipte ik ze uit. Kwamen we in Dwarske. Heb ik 10 jaar lang die en nooit in Dwarske zien verder. En toen werd Dwarske vol. En toen dacht ik, nou, wat zou erin zitten? Want ik wil al die namen maar lang weer vergeten. Dus ik heb ze al uitspraat en toen dacht ik, goh, dit is toch wel heel leuk. Misschien zit er wel een boekje in. En ze kwamen nou, rouwadvertenties door jou de kranten. Dus ik denk, nou, misschien wel de Friese pers er wel een boekje van maken. En dat is slagen. En dan krijg je dit mooie boekje. Maar dit is dus de Nijerisp, hè? Van het boekje. Ja, ik ging gewoon terug. Want ja, het zit er nog één keer in vanzelf. Nou, dus ik heb van de week, of de laatste week, een prachtige namen gevonden. Seijas komt nog 10 keer voor in Nederland. Friese namen? Ja. Oh, okay. Tijke, nog tretje een keer. Jekke, nog... minder dan 5 keer. Hemmen, 26 keer. Nou, maar wat mag dat dan willen wijzen? Ja, het is wel raar, want het binnen rouwadvertenties. Maar ik denk dat je de WhatsApp op zet van, hey, hebben ze. Ja, mijn man is ik al zo van, is dit weer een van die? Nou, dus dan begin ik voort weer te knippen. Bondje, er zijn nog 6 bondjes. Er zijn nog 6 bondjes en er werden bondjes staan. Dus er zijn nog 6 bondjes. Vist je vast even? Ja, ik vind het fantastisch. Maar Vietnam, het is cultuurhistorisch materiaal. Het is erfgoed. Hè? Ze maakt het dik beschend. Zaten we monumenten, hè, terpen. Hè? Dit is gewoon dus erfgoed. En dit is erfgoed waar we minder op passen, omdat het individueel is. Maar het is wel verrekkend en nieuwsgierig. En het is wel echt Friesk erfgoed. We moeten wel zinnig bewijzen. En elke keer wel Ian. Want Kistel, heeft in de familie een aparte naam? Ik denk dat elke keer wel meesken heeft mij een aparte naam. En, nee, ik wil een voorbeeld, maar stel even naar Volkje Begluks, een van mijn verkeringen west. Ik vind het heel mooi, dat heb ik wel vaker zijn, van Famkes mij de naam Teertske, waar ik per definitie al verliefd al heksen net zien. Teertske, ja, ja, ken ik een prachtige Teertske. Prachtige namen vind. En Eertske, wat vind je daarvan? Ja, ik ken ik net, maar vind ja, ik mooi. Ja, maar dan is dit in dit boekje toevallig, Eertske. Oh. Eertske, nou wat... We zullen even een boekje erbij pakken. Want ja, achterin, daar heb ik dus heel erg om gniezen. Maar er zijn dus al die namen die dus net ja, meer broekt worden. Oentje, Otkje, Olkje, Orselkje, Peepke, Pieterke, Pieke, Pooi. Nou ja, ik smiet ze de hele tijd door de redactie. Maar daar zit ik mooi verhaal bij. Ja. Van, ja, van nam en wat die mensen nou mooi maken. Daar is er een voor u uitpikt. Nou, ik dacht, ja, alleen aan nam, dat is niks voor zelf nou. De verhalen achter de naam, die ben interessant. Dus ik heb de nijbesteen, ik daar om nijbesteen zelf, heb ik vregen. Nou, wil je me dus opschreeuwen zijn levensverhaal? Nou, het zijn meesten die zijn, nee, dat wil ik helemaal niet, maar andere meesten hebben het al die in. En dan dacht ik, oh ja, dat is toch wel een prachtig verhaal, maar dit maakt er nog bij. Dus dan ga ik naar die meesten toe van, nou, hè, vertel eens wat meer. Nou, en zo ben er dus een Jochen verhaal nu komen waarvan je echt ze kennen, nou dat jouw ik een beeld van die tijd, hè? Want dat is het mooie voor zelf. Ja. Hè? Het is een want ik ben echt oude naam en dan hebben we ook Oktjen. Hoe schreeuw je dat? Oktjen. O-K-T-J-E-N. Oktjen. Nou. En er zijn er nog Oktjens, want deze Oktjen die is verneemd, dus er is nog een jong famke, dat heet Oktjen. En broekt ze die naam en ik als Oktjen of is dat weer verroren in de spreektaal? Nee. Okje of zo. Zullen we zorgen nou ook op een foto heen? Dit is ze. Dit is Oktjen, ja. Met hondje erbij, hoe heet die? Oh, dat weet ik niet. Hoe hondje er weet ik Bijken. Niet. Maar Oktjen, haar beppe die waar ook neemt, maar
Maar het famke wat er nou naar neemt is, die heet ik echt Aktien. En hier zit dan weer een mooi verhaal aan vast. Want Aktien, haar huidt hem hem heen een bloemisterij hier aan een Nijstedt haven. En in de oorlog zijn we koerierstreek. En de meesten van de oerval, van de verneemde oerval op de Vensnis, die twaalf van binnen bij haar onderdoekt. En die Aktien, die is hier haar hondje leert. Datzelfde hondje? Datzelfde hondje, hier ze leert. Als ze Hitler zei, dan pakte het koekje net aan en dan draaide er de kaf om. En als ze zei, in naam van de koningin, dan begon er als een wild door de kamer te vliegen. En op een keer weer een razzia. Twee Duitsers kwamen en die zitten daar. En ze werden dus verborgen onder een loekje in de kamer. En daar lag een kleedje op. En Aktien shirt, oh jee, dat kleedje lijkt net goed. Je zegen het look. Dus wat dat Aktien, die zei ze in het hondje in naam van de koningin. En het hondje begon als een wild door de kamer te vliegen. En die Duitsers zeggen de andere kant uit en zij hut dat kleedje hebben gehoord en het is eigenlijk goed houden. Dus ja, zulke verhalen. Nou ja, bijzonder verhaal ik van Hikke, want de laatste Hikke die is kennelijk verdwenen nou uit de ja, Hikke is voort. Want ja. Wat vies ervan dat ik nam dus net te vinden binnen. Wat doet dat dan ik nog wat, Marie? Ja, aan de ene kant is het spietig, maar je er binnen een heel soort naam die zo ik ben ik net Jan. Nee. He, nou kun je daar nog een twist aan Jan vanzelf, bijvoorbeeld een nou even zien, heldje. He? De befaamde heldje. Nou, er zijn meer heldjes als 50, maar heldje wie mijn eerste, dus die is ik in het boekje. Maar wat zoeken we maar kennen, heldje? Nou, Helene. Helene, ah, oké. Okay. Dat zoek je. En Trientje? Wordt... Nou, het Trientje, dat wordt vaak Nienke, hè? Ja. Dat ben van die fly-naam, want dat hebben we hier in Friesland ook. Dat is ik zo leuk. Ja, maar dat ben je fascineerd. Bijna mensen die op zitten, maar toekomstige ouders. Die zeggen Ali van, ja, we maken een bijzondere naam, hè? Wat heeft voor u in de omwering? Nou, vooral bij de jongensnaam ben nog hele mooie namen, vind ik. De famkes, dat is heel vreemd. Dat ben naam, dat denk je, nou ja, kan ik me indenken. Maar als je nou sinds Sint-Wurg ga je maan, ster, hè, dat ben al je namen Sint-Wurg, storm. Nou, wolken, dat is een Friese naam, maar maak je daar wolkje van? Dat is toch een schattige naam? Wolken. Hoe is dat eigenlijk niet? Ik heb mijn dochter net verneemd, maar ze heeft wel een prachtige naam. Dat is de mooiste Friese famkesnaam, dat is Richt. Richt. Oké. Okay. Ja, wel. En wat heeft zij die vervolgens? Zij heeft haar dochter ik net verneemd, maar die heet Marije. Waar ik een hele mooie naam vind. Hiep in dacht ik. Ja, sure. Ja. Maar heeft direct nog invloed op u te oefenen? Want het gaat jullie twee dingen. Namen verdwijnen, ja. Maar het gaat ook hoe verneem je? Want je hebt iets wie je toch zou, dat koest ik gewoon een naam, koest wel jaren van waar die wou ik aan. Ja, en daar wil ik een grisselijk soort over opbellen, want ik krijg heel veel reacties. Hè. Het rekken en snaren, mag ik zeggen. Dat mensen het zo spietig vinden dat die historie verbrutsen wordt vaak. Vroeger zei je, oh ja, het Tjetske van Johannes en Tine. En Johan en Tine, dan werden je van Anne Tjetske. En je wist onder namen wat voor familie het weer. Nou is het eerder missen. Nee, ik wil nog één verhaal eruit pakken. We hebben net zo lang meer dat verhaal van diezelf. Van die huid. Van je huid. Nou, dus huid zou Johannes heten. Maar zijn beppe heette Tiele. En beppe wie oes en nam zie ik. En er weer al een heel soort Johannessen. Dus uw spaken gelden die zo aanjaan. In Huizen, bij het gemeentehuis. Maar die ging nog even aan bij Beppe Tiele. En Tiele die helm oor om het bij aan Tiele te nemen. Want Tiele waar ik wel eens voor jongensbroekt. Maar paken waren dat net zien uw Beppe te zezen. Dus het trouwboek... Dit is Tiele trouwens, hè, die we nog zien. Oh, geweldig, dat is ja. Dus heid. Ja. Dus Beppe of paken kwam thuis, laat trouwboekje stiekem in de kast. En het ben heette dus Johannes. Want Beppe wist net beter. En drie maanden later haalt ze het boekje eens uit de kast. En dan ziet ze dat het bij Antille heet. Het heette heel lang in Johannes. Hij was het net te zezen. Hij was het net te zezen, nee. En dus, ook? En Tiele. Tiele van der Mark. En mijn zoon heet Mark Tiele. Dus ik heb de achternaam en de voornaam. Ja, dat gebeurt een soort. Ja. Ik wil mooi hem afronden, maar ik wil toch eerst een soort van conclusie hebben. Want ik weet dat er famkes en jongens binnen die net blijven binnen maar Friese namen. Die scam je ervoor. Wat maak je nou... Dwan, wat is nou goed? De grutske bewijzen en dragen. Dus ik ben van de week bij mijn Toske dokter en die assistent die het Zwaantje. En Zwaantje droeg het mij. Pracht. Pracht. Nou, pracht. Draag het mij grutskes. Oké. Okay. Ja. Het Zwaantje, dat is toch een prachtige naam, dat in plaats van vlinder. Ja. Ja. Dus dat Roelof Feike, dat liet ik altijd maar wat achter. Want Paken, nou, Feike vond ik ze Friesk.
Dat mag grutsk op wezen. Tuurlijk. Ja. Dorik. Dus Nijbeke, Feike. Feike, ja, dit wie bient maar Feike Lausma. Ja, nee, dit wie bient voor Joen ontmoen, hè, want dan zorgen we weer een naaien. En dan zorgen we onder oren bij de belangrijkste kratergrutmaster van de vrouw. En die is onder het werk in Ljouwt. Het wordt spectaculair. En oh ja, we hebben echt een mooie naaien. Want Nijbeke Wijs, die is er een speciale Olympische bient. En dan praten we met de Friese sporters die het weer omkomen uit Sochi. Dat is Nijbeke Wijs, die en vanavond nog een hele noffelijke jong verder.